In 1895 wordt de cinematografie uitgevonden. Verre landen en bijzondere gebeurtenissen kunnen nu zelfs bewegend worden aanschouwd. Vlaggetjesdag in 1898. Paus Leo XIII. Het nieuwe spektakel is enorm populair bij het grote publiek. En al snel wordt het een geduchte concurrent van de panorama's, die tegen het eind van de eeuw één voor één hun deuren sluiten en in verval raken. De Belgische eigenaren van Mesdags Panorama zien er al eerder geen heil meer in en gaan over tot verkoop. Het succes was toch aanvankelijk niet zo groot als iedereen gedacht had en ook commercieel bleek dus enigszins tegen te vallen. En Mesdag bleek zelf een hele goede zakenman, heeft net zo lang gewacht tot het allemaal op het uiterste dieptepunt was. En toen heeft hij de zaak zelf overgenomen en daardoor is het ook nog steeds in de familie gebleven. Mesdag doet er alles aan om zijn levenswerk te behoeden voor verval. En tot aan zijn dood past hij zonder morren de tekorten bij. In 1910 schenkt hij zijn familie alle aandelen, met daaraan verbonden de plicht zijn panorama in stand te houden. Ja, deze lijn zie je niet. Deze. Die lijn. Oh, ja. Omdat het zo'n verticale onderbrekingen zijn in die horizontale structuur daar. Ja, dat is stukken beter. Mijn panorama, dat beschouw ik als mijn belangrijkste werk, omdat het zo'n grote impressie geeft van de natuur. Maar ik zou het niet graag nog eens weer beginnen, daar 1600 meter doek te schilderen. De zee spat eraf en dat vindt iedereen prachtig. En na het panorama eigenlijk staat dat een beetje stil en slaat dat een beetje om in een soort gewoonte. Het blijft natuurlijk wel dezelfde soort zeeën maken dan. En hij is dan in goede doen. Hij is volop aan het verzamelen en heeft ook bij Pulgi Studio natuurlijk een belangrijke rol. Hij is op een gegeven moment voorzitter. Hij betaalt mee aan het nieuwe gebouw. En dat zijn natuurlijk toch dingen die hem tot een belangrijk man in Den Haag maken. En elke verjaardag bijna, of in ieder geval elk kroonjaar wordt gevierd door heel Pulgi en door alle Haagse kunstenaars eigenlijk. En de 50-jarige bruiloft van Sietje en Mesdag is ook een groot gebeuren. Er zijn grote banketten en bij alles zijn natuurlijk grote artikelen in de pers. En ja, eigenlijk gaat dat dan meer de boventoon voeren boven zijn kunstenaarschap. In 1915, op 84-jarige leeftijd, overlijdt Mesdag. Het zijn voorbij de tijden dat er zo'n rij van 200 binken kwam, dicht onder de kust. Ja, het bedrijf in Scheveningen is er veel minder op geworden, nu, met die vissershaven. Al die nieuwigheden, waar dient het voor?
En als ik het niet alles nog wist van vroeger uit die schetsen, waarachtig, dan was het afgelopen.